Hallo, Erik Monique hier, stichter van VNS Consulting. Wat ik vandaag met u zou willen delen, zijn de geheimen die ik contact heb tijdens mijn zoektocht naar wat grote leiders nu eigenlijk groots maakt. Hoe komen ze in zo'n toppositie terecht? Wat doen ze om er te blijven? Hoe krijgen ze veranderingen doorgeduwd? En hoe drukken zij hun stempel op organisaties en zelfs de wereld? Het resultaat van die zoektocht is een uniek systeem in Vlaanderen, wetenschappelijk onderbouwd, in de praktijk getest, en zelf ontwikkeld. Invloedrijk leiderschap. Invloedrijk leiderschap is een totaalconcept dat vertrekt vanuit uw mindset en uw realiteit. Zie het als een systemische benadering van de leider als individu. Wat dit doet, zijn u de tools en technieken aanleren om uw invloed en uw leiderschapskwaliteiten blijvend te vergroten, meer uit uw mensen te halen en uw organisatie te laten groeien. En het mooie hiervan is dat het taboes als macht en corporate politics niet uit de weg gaat. Integendeel, want laten we eerlijk zijn, die zijn aanwezig in quasi elke organisatie en ermee leren omgaan is een kritisch succesfactor. Omdat ik zo geloof in de meerwaarde van invloedrijk leiderschap en dat het effectief werkt, wil ik u geschenk geven. 3 concrete tips waarmee je vandaag nog uw invloed kan vergroten. Tip 1. Als u iemand wil overtuigen, ga die in discussie. Vermijd discussie, hoe moeilijk dat soms ook is, en vertrek van het standpunt van uw gesprekspartner en zijn of haar geloofsovertuiging. Luister aandachtig, neem uw tijd, vermijd het woord maar en u zal merken dat het overtuigen een stuk eenvoudiger gaat. Tip 2. Vraag bij grote organisatieveranderingen kleine waardegedreven engagementen van sleutelpersonen voor die verandering. Onderzoek heeft immers aangetoond dat wij onbewust consistent willen blijven met het doel waar we ons openlijk voor geëngageerd hebben. Dus, kleine engagementen kunnen leiden tot langdurige grote commitments. Tip 3. Ga eens na wie in de organisatie nu eigenlijk het meeste macht in handen heeft en het meeste invloed kan uitoefenen. Welk departement beschikt over het grootste budget? Welk departement heeft het meeste personeel? Wie krijgt het meeste gedaan? En vooral, ligt in lijn met de visie en de strategie van uw organisatie. Dit kan waardevolle informatie zijn om bij huidige of toekomstige veranderingen uw strategieën een stuk effectiever te gaan maken. Probeer het. Ga ermee aan de slag, pas het toe in de praktijk en u zal merken dat uw invloed stelselmatig vergroot. Uiteraard is dit slechts het tipje van de ijsberg en biedt onze maatondersteuning de meest effectieve oplossing. VLS Consulting werkt enkel tailor-made en aan uitmuntende kwaliteit. Daarom wil ik van u het volgende vragen. Neem contact met ons op en vraag naar onze maatbegeleiding, want vandaag kan de dag zijn dat u ervoor kiest uw invloed blijvend te vergroten. En omdat ik zo geloof in invloedrijk leiderschap, wil ik u nog iets geven. Op 25 en 26 oktober organiseer ik in Sint-Truiden een 2-daags seminarie over invloedrijk leiderschap. Gedurende deze 2 dagen doe ik eenmalig het volledige systeem uit de doeken en geef u alle tools in handen om er zelf mee aan de slag te gaan. En voor de eerste 25 inschrijvingen is er nog een leuk extraatje. Dus, gebruik de tips, neem contact met ons op, schrijf u in voor het seminarie en geloof mij. Het enige waar u spijt van gaat hebben, is dat ons niet 6 maanden eerder heeft gecontacteerd. Klinkt dat redelijk? Heel veel plezier met de tips en tot binnenkort.